Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Hearts of Iron 4 met Nederland. We gaan er tegenaan. De westkust, wou ik zeggen. Ik bedoel, het westfront ziet er redelijk stabiel uit. Doen is natuurlijk wel even net zo die rivier hier aan te tikken. Dus daar is maar vast een kleine push voor inzetten. Mij betreft dan meteen van hier naar hier. En van, nee, sorry. Jij daar en dan naar daar. Jij hier en dan meteen door naar daar. Als jullie ook opschuiven, dan wordt het... Ja, hoe verder we hier gaan, hoe meer we ook onderin moeten dekken. Dus dat wordt lastig. Dat betekent dat jullie, wat mij betreft, in ieder geval wat meer deze kant... Oh, daar kan je met nu aan terugtrekken. Game speed maar langzaam hervatten. Dan ga je erover doen. Ah, daar ben je. Mooi. Dan kun je daar naartoe. Lijkt me redelijk stabiel front, dus we kunnen misschien ook al wat mensen... Nee, niet zo. Die kant op sturen. Deze is ook dubbel. Ook daar naartoe. Kijk, gelijk doordrukken. Mooi. Bremen hoeven we op zich niet... Natuurlijk wel lekker alles voor pakken, maar hoeft niet. Het doel is natuurlijk vooral deze rivier hier veilig te houden. Oh, we hebben de push nou toch ingezet. Dus laten we even kijken of we hebben komen. Duitsers hebben zelfs een gat in de verdediging nu. Jullie mogen doorschuiven. Nou trouwens, laat maar staan. Zo. Nee, nou ja, trouwens, als het kan, waarom niet? Maar dat is niet het hoofdidee. Het kan wel, blijkbaar. Dus dan pakken we maar even mee. Dag- en nachtcyclus weer even uit. Dan hebben we hier inderdaad een klein beetje progressie geboekt. Het moet ook weer niet te gretig worden. Ik denk dat we hier gewoon een klein beetje pas op de plaats moeten maken. Dus 1, 2... Eén hier. Eentje terug. Hier twee houden. Daar twee houden. Die twee pushen naar voren. We hebben eigenlijk vooral snel nieuwe soldaten nodig. Dat zit er nog even niet in. We blijven pushen. Op dit moment 24 militaire fabrieken. Wordt nog niet echt meer. Hier. Groeien we wel weer een beetje, heb ik het idee. Ja. Deze ook. Even kijken, dan kom jij dus... Ja, jij bent niet zo belangrijk. Zij verdedigen hier, deze twee verdedigen daar en jij blijft hier staan, juist. Nou, ziet er wat mij betreft weer stabiel uit. Gamespeed weer een klein beetje omhoog. Iedereen zijn verliezen weer aanvult. Nog steeds een 500.000 soldaten in reserve. De vraag is dan wat we hiermee doen. Ja, als hier toch niemand aanvalt, dan houden we deze maar gewoon even vast. Jammer dat hij niet meedoet. Misschien moet ik hem even ergens aan vastkoppelen. En dan nog iets hiermee. Oké. Okay. Gaan we hier pushen? Even kijken, we hebben 1, 2, 3 groepen. Dus 1, 2, 3 kunnen we ook verdedigen. 1, 2, ja, dan kan hij toch daar naartoe. Oké, okay. Keep going. Dan kan jij ook door pushen. En jij, ja, dan kan ik met hem dus niet verder. Dan moet hij eentje opschuiven. Dan zit hier al een gat. Het is trouwens wel mooi dat ze daar nog geen gebruik van maken. Misschien hebben ze hem niet in de gaten. Zo. Een beetje fragiel nog. Dit gaat hem zo te zien nog niet worden. Deze is al gelukt. Die kan er ook meteen weer eentje verder pushen.
Dan krijgen we misschien wel van Hamburg wat industrie. Ik zie dat het nu doorgroeit naar 34. En met name waarschijnlijk ook... Ja, ook hier flinke schade. Zo. Wow, 18 in het Rijnland. En die hebben we dan blijkbaar helemaal in handen. Rijnland. Nee, nog één stukje hier. Maar die kunnen we wel pakken. Die is natuurlijk goed verdedigd. Ja, dat gaat... Nee, die wordt te goed verdedigd. Laat hem dan maar even staan. Zitten de bunkers? Nee, die is gewoon sterk verdedigd. Wat is dit? Dat lijken wel Japanners. Dat moeten we niet hebben. Search and destroy. Ik hoef geen Japanners aan mijn kust. Dus actief naar zoeken. Het lijken me toch Japanners. German Reich. Ja. Apart. Dat ze niet... Hey! Deze hebben we ook nog. Oké. Wat ik helemaal vergeten. Maar dit is een hele fijne unit om nu te hebben. Kunnen we Kiel pakken. Schuiven door naar Hamburg. Blijf maar pushen. Ik weet niet of het lukt. Maar als het lukt, dan... komt dat heel mooi uit. Is die van mij? Ja. Hij is een beetje verzwakt. Misschien even doorschuiven naar hier. Nee, hier ontstaat nu een klein gat. Even regelen. Hier worden we flink bestookt. Maar wel allemaal units die behoorlijk zwak zijn. Hier gaat het mis. Ze beginnen nu toch een soort van tegenaanval in te zetten. Ik denk dat we hier misschien een klein beetje moeten terugtrekken. Kunnen we natuurlijk ook voor kiezen om hier de drukte wat verder op te zetten. Waardoor ze iets anders moeten gaan doen. Deze bijvoorbeeld. Die zien er heel verzwakt uit. Als jij dan toch doorgaat naar Hamburg. Kunnen we daar mooi de aansluiting maken. Game speed weer een beetje omhoog. Dat lijkt te lukken. Extra research slot. Volle bak aanvallen nu. Jullie zijn zo te zien verslagen. Even terug erin. Hier dreigt een en ander mis te gaan. Tenzij we ze hier nu afsnijden. Dat lijkt wel te kunnen. Yes. Uitstekend. Mooi. Dan vervolgens twee naar hier. Doordrukken. Wat meer om de druk erop te zetten dan om het echt in te nemen. Zo. En dan weer zo terugdraaien. Jij hier naartoe. Jij ook. Hoe zit het dan hier? Dat gaat nog even mis. Even alles wat we hebben hier. Nou, dat is niet zo heel veel trouwens. Het zou mooi zijn als we die twee hier kunnen redden. Ik ben er een beetje bang voor. Ze houden wel stand, dat is positief. Probeert hij mij hier weg? Oh, er zit nu een gat. Gelijk even aansluiten. En dan zijn zij volgens mij weer... verbonden. Yes, oké, top. Jullie dan hier naartoe. En daarheen. Dan sluiten we er opnieuw een paar in. En ondertussen hebben we weer een nieuwe... laten we maar wat light cruisers bouwen dan. Als we toch genoeg hebben. Ook jij mag Nederlandse vloot. Nieuwe research. Special forces, armor efforts...
Nog een research slot, secret weapons. Hier valt niks meer te doen. Toch? Nee, het is of-of. Dus deze is compleet. Die nog niet. Laten we dan nog maar een extra research slot pakken. Anti-tank. En improved anti-air. Insufficient res... Wow, 37. Dat is gigantisch veel. Ik neig even om wat productie stop te zetten. Dat we dan eerst wat fabrieken bij kunnen bouwen. Want nu zijn al die fabrieken eigenlijk alleen maar bezig met... trade om al die resources binnen te halen. Dat is een beetje... Ik zeg, ik zou niet zeggen zonde, maar... Het is wel duur. Zo, ja. Oké. Hier weer even orde op zaken stellen. 2. Twee die kant op, twee daar laten. Hier zijn er. Ga jij daar naartoe? Jij daar naartoe? Jij gaat dus hierheen en dan weer terug. Jij pakt die en dan eventueel daar nog helpen. We hebben daar een stabiel front. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Maar wat Belgen erbij. Hier zit nou een klein dipje. Hier zie ik weer groene cijfers. Dit hoeft wat mij betreft even prioriteit. In ieder geval wat extra units, al zijn ze dan misschien niet helemaal bewapend. We hebben met 64 divisies, de Duitsers maximaal 413. Blijven toch goed op de een of andere manier en toch krijgen ze mij niet onder de duim. Ook hier maar even een beetje druk erop zetten door ze een beetje weg te lokken. Ik weet niet of dat gaat werken, maar we moeten toch iets proberen. Door bijvoorbeeld hier het vliegveld in te nemen. Jullie blijven dan hier. Met dat vliegveld verlammen we denk ik de Duitsers ook een beetje. Check. Oké, die staan ook binnen. Ik weet niet of we deze vast kunnen houden. Maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Hamburg hoeven we niet per se te houden. Als jij eentje doorschuift, hebben we jou niet meer nodig om hier de grens te bewaken. Zou jij bijvoorbeeld daar kunnen verdedigen? Ja, dit houdt allemaal opvallend goed stand. Met name natuurlijk omdat die rivier er nu tussen zit. Dan laden we zelfs aan. Als we deze pakken, dan kunnen we die ook veilig innemen. Kan jij hier verdedigen tegenover die ene tank? Lukt ook al. Perfect. En zo komen we toch steeds dichterbij. Ik zal niet zeggen dat we Berlijn al kunnen ruiken, maar we komen toch zeker in de buurt. En ook hier dreigt weer wat ingesloten te worden. Oh. Duitsers drukken hier ook wel weer een beetje door. Bam. En als jullie nou deze innemen. Oh, de rest heb ik geen controle over, dat is jammer. Die wel. Belgium. Wow, waarom capituleert hij nou in. Oh, natuurlijk. Brussel is gevallen. Dat is op zich niet erg. Krijgen we wel terug. Tenminste, denk ik. Anti-tank is binnen. Kijk, dat is mooi. En nu kunnen we... Oh, nee, nog hier weer een gat. Jij kan gewoon een rondje maken. Hop, 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 hop. Maar handig dat jij weer een beetje terug gaat. Anders zijn we straks alles weer kwijt hier. Even goed verdedigen. Check. Mag je daar naartoe? En dat is de timer. Brengt ons bij de volgende situatie waarbij België dus een beetje instort. Maar we hier wel ietsjes uitbreiden. Hé, kijk! De Engelsen zijn geland. Wauw! Ik heb niet eens gezien. Nou, dat maakt het allemaal nog makkelijker misschien. Als jullie even zo de wandeling gaan maken. Yes.
Jij bent al bezig, zo te zien. Loop maar gewoon lekker die kant op. 106 industrie. We kunnen nog wat modifieren. Trade deal opinion factor maakt volgens mij niet zoveel uit. Extra air experience. Night operations penalty wordt minder. Tanks. Schepen. Naval strike. Cavalry. Ja, dat heeft allemaal nog. Tja, ik weet niet precies wat ik hiermee moet. Misschien dat hier nog een iets andere man zit. Division attack, division speed. Nee, we zijn natuurlijk op de defense. Dit gaat ook allemaal prima. Hier valt dus niet zoveel mee te halen. Ik denk dat we het even zo laten. Voor nu bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. We gaan dus goed. De Engelsen zijn zelfs al geland. En dat in 41. Ziet er naar uit dat de overwinning, laat ik het goed positief brengen, in zicht is. Ook hier gaat het langzaamaan beter. Dus het ziet eruit dat de Axis al snel gaan vallen. Ook hier nog allemaal goed nieuws. En de Spaanse burgeroorlog is nog steeds niet beslist. De Noren zijn daar zelfs aan het vechten. Kortom, het is niet meer echt historisch, maar dat maakt het niet minder leuk. Ik hoop dat je blijft kijken en zie je graag de volgende keer terug in Hearts of Iron 4 met Nederland.